Bij de brand donderdagavond in het speelhuis in Helmond zijn 90 mensen geëvacueerd. Ze hebben de nacht doorgebracht in Hotel Westende. Vrijdagmorgen was een bijeenkomst in het hotel georganiseerd met de gemeente voor omwonenden van het speelhuis, personeel van het theater en andere betrokkenen. Zij werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en konden hun ervaringen rondom de brand delen. Ik was suppost en ook aan de kassa voor bij de receptie allemaal. Dus eigenlijk, en s'avonds gastheer. En u? En voor mij ook suppost. Dus wat dat betreft, ja goed, je zit meteen vooraan om alles te overwegen en je hebt contact met de klanten. En ik had toevallig gisteravond dienst en nou goed, wat we toen meemaakten, nou, dat is onvoorspelbaar. Van zo'n mooi gebouw waar mijn hart en ziel in zaten. En we vinden het zo ontzettend jammer dat dat ja, helemaal verwoest is. Dat vinden we heel erg. Ja. Ja, het is een monument, hè? Dat koesteren we allemaal. En, gistermiddag had ik nog 20 gasten binnen, nou, die kijken zijn ogen uit. Ja, dan valt niks meer te zien. Nou, hè. Het is gewoon een ramp. De meeste bewoners van de paalwoningen die grenzen aan Theater Het Speelhuis mogen waarschijnlijk pas na het weekeinde terugkeren. Een deel van de bewoners mocht echter vrijdag naar huis. Het gaat hier om de kubuswoningen die buiten de zogenoemde asbestzone vallen en waar geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid. We zijn even in ons huis gaan kijken. Wij wonen aan de Watermolenwal en nou, wij mochten daar ook vanochtend nog niet in. Dus even de stand van zaken opgenomen en het lijkt mee te vallen. Want was het even spannend? Ja, het was heel spannend. Wij zijn gisteren ook weggemoeten op last van de politie, dus we hebben ook elders moeten overnachten. En in tegenstelling tot alle appartementen die er omheen liggen, zijn onze huizen ook de enige koophuizen. Dus het was dubbel spannend, zeg maar. Ja. Ja, gelukkig zijn er geen gewonden. We waren maar met 4 mensen aanwezig. Dus. En net de andere technici dus, die die avond daar kwamen optreden, die waren net weg voor te eten. Ja. Dus dat geluk hadden we ook. Ja. Want die zijn anders onbekend met het gebouw. Hè? Ja. Dus gelukkig geen gewonden, maar wij vinden het heel erg voor het gebouw. Hoor. En het is gewoon triest. Het is een monument. En, wat gaan we dan nou verder mee doen? Ja. Dit was mijn 25e jaar. Nou god, die had ik anders voorgesteld. Kan je dat begrijpen? Ik vind het diep triest. Ja. En ken je ook mensen waarvan het huis wel afgebrand is? Nee, niet echt kennen. We hebben net een bijeenkomst gehad van de gemeente. En dan spreek je wel de bewoners. Dus zijn mensen die je kent van zien. En daar zitten inderdaad mensen bij die gewoon nu niet meer terug kunnen, voorlopig. Ja, dat is heel treurig. En hoe, is het, hoe staat het met jullie huis? Prima. Het valt 100% mee. We hebben alleen heel veel rookschade. Het stinkt enorm en het is mistig binnen. We hadden net de keuken verbouwd, dus in die zin kunnen we wel weer opnieuw gaan schilderen. Nee, maar ik ben heel opgelucht. Ja. Wat hoopt u dat er met het gebouw gebeurt? Wij hopen dat het opgebouwd wordt weer. Echt. Absoluut. Absoluut. Dat is zo'n enorm geweldige trekpleister voor de gemeente Helmond. Dat is heel enorm. Maar in welke hoedanigheid we terug zullen krijgen, laten we aannemen in dezelfde situatie. Maar dan hebben we dat groot schilderstuk dat er in het gebouw was. Nou ja, wie gaat zoiets oplossen? We krijgen natuurlijk weer een andere tijd en misschien ook andere elementen erin. Maar ja, wij weten het niet.